Vandaag op Buma NL. Wat hoop je hier nog te leren? Want ja, eigenlijk kan je de gemiddelde artiest nog heel veel leren. Want qua YouTube en Dumpet doen ze heel weinig. Ja, dat klopt. Dat heb ik al. Ja, kijk, hier kom je bekende artiesten tegen. Maak je een praatje mee. Ja, gewoon één woord geweldig. Mijn eigen voorbeeld is Jungle Warner. Daar heb ik ook een duet mee opgenomen. Met het tv-programma Niks Direct. Dat was in 2013, 2014. En ja, Django. Is dat nog een keer een grote wens om commercieel die single uit te brengen? Die is al uit. Die is al uitgebracht in 2013. Maar ja, hoe moet ik dat zeggen? Django heeft er niet echt iets mee gedaan. En ik doe dat wel. Ik gebruik hem gewoon bij elke optreden. Het jasje, daar zit een verhaal achter, hè? Ja, daar zit zeker een verhaal achter. Ik heb dat gekocht voor mijn verjaardag. Had ik dat gekregen van mijn tante. En ja, die wou ik meer gaan gebruiken voor optredens. En toen ging je een nieuwe fotokaart uitbrengen. En ik wist mijn god niet hoe ik dat moest doen. Dus ik denk, ja, wat gaan we doen? Dus ja, toen hebben we gekozen voor deze fotokaart. Met het jasje. Tussen 24 en 26 november komt een nieuw liedje uit. We gaan het een beetje op een Griekse tour doen. Dus, maar meer ga ik er nog niet over vertellen. Het wordt een soort van sitaki. Wie weet.